Een tentoonstelling met kunst over metal. Is dat eigenlijk wel metal? Ja, dat is nu nog moeilijk te zeggen. Want metal is namelijk een wereld op zich. Een parallel universum eigenlijk. Waarbij de fanatiekste fans fungeren als een soort cordon sanitair. Of misschien wel een cordon vulgair. Want in die zin lijkt het ook op de kunstgeschiedenis, de metal. Waarbij over het algemeen de meest invloedrijke kenners bepalen wat er in het kanon opgenomen wordt. Opvallend is dat de ontwikkeling van de heavy metal parallel loopt aan de ontwikkeling van de postmoderne kunst. Waarbij de oorsprong eind jaren 60 ligt zo'n beetje en het hoogtepunt in de jaren 80 lag. Maar tot op de dag van vandaag sudderen de effecten door. Zowel voor de postmoderne kunst als de metal. Hoewel bij de kunst komen er eigenlijk weinig stromingen meer bij. Maar in de metal is het juist leuk, en daar kunnen kunsthistorici alleen maar met afgunst naar kijken, dat er steeds meer stromingen bij komen. Op het internet heb je de zogenaamde Encyclopedia Metallum. En die meldt vertakkingen als brutal death metal, death and roll, technical post-thrash, funeral doom metal, raw Celtic folk metal, gothic power metal, neoclassical darkwave, epic speed metal, blackened pagan folk metal, depressive black metal, psychedelic folk metal, atmospheric black metal, industrial sludge metal, experimental stoner, progressive deathcore. Welcome to the Dark Forest. So as you see on the floor, people have written things. Before we are entering, as we are entering the forest, everyone has written down something which scares them. So if you could please write down something that scares you, and then step on the fears of other people's too, so you can get rid of their fears also. So please write down something that scares you on the floor. So, please come on in and enjoy the work. A lot of the things that you see might mean something to you immediately, but in the other hand, they could have another way of looking at it. Please take your time to look at the work.
Yeah!